dat is voor jou natuurlijk in eerste stap, richting de echte professionele afdeling. Dat zijn de mensen die het dichtst om me heen staan, denk ik. En zijn trots op hoe ik dit gedaan heb en zien ook hoe hard ik ervoor werk. En dat betekent veel voor me. Je bent meegeweest met het eerste en ook daar ben je een grotere speler van geworden. Wat kan je daarvan meenemen naar volgend jaar? Ja, daar train je gewoon met volwassen jongens en jongens die al echt in het betaald voetbal spelen. En daar leer je van hoe professioneel ze zijn, wat ze doen voor training en na training, hoe ze omgaan met voeding. En ook met voetbal uiteraard. En ja, je leert gewoon veel van die oudere jongens. Ja, volgend jaar onder 21, we gaan gewoon voor het kampioenschap en ja, een beetje druk vind ik wel lekker, dus moet wel goed komen. Ongelooflijk trots, het is natuurlijk een heel mooi moment om mijn eerste contract te tekenen met alle mensen die ik lief heb, die erbij zijn. Dus, een moment waar we heel lang naar uit hebben gekeken. Ik kwam natuurlijk 10 jaar geleden in de opleiding. En ja, om dan na 10 jaar ja, zweten toch hier dat contract te mogen tekenen, daar ben ik heel trots op. Ja, ik heb er vooral heel veel zin in. Ik ben nieuwsgierig. Ja, het is toch meer het mannenvoetbal, waar ik zelf ook naartoe wil natuurlijk. Nu jeugdvoetbal is wel een beetje mooi geweest. Op het moment dat je een handtekening zette, keek je nog even verliefd naar je vriendin. Heb je veel steun aan haar? Ja, zeker weten. Dat is ja, natuurlijk gewoon geweldig dat zij is. Zij helpt me altijd. Ik help haar. En zij is denk ik ongelooflijk trots op mij. Wij verwachten veel van je. En je moet zelf veel verwachten. Het is in eerste instantie, hè? Dus jij bent degene die dat moet doen. Mooie weken voor mij. Natuurlijk vandaag mijn contract getekend, al een tijdje niet in de lucht, maar door corona kon het natuurlijk niet getekend worden. En ook mijn VWO-diploma dit jaar gehaald, dus dat is een mooi jaar voor mij. Afgelopen jaar heb ik ervaren als een persoonlijk goed jaar. Ja, veel, mezelf goed kunnen ontwikkelen, veel gespeeld, daardoor persoonlijk veel stappen kunnen maken. Vond je het ook een leuke video? Dan een duimpje omhoog. Meer zien? Kan hier. En abonneren? Doe je hier.